Ik ben een gevoelsmens. Ik ben een zachte mens. Mijn kinderen heel snel pijn doen. Ik ben heel kwetsbaar. Snap je? Ik hoop niet dat hij me daarvoor dwingt dat ik dat moet doen, maar dat doe ik het wel. Verbrijzel ik zijn armen, sla ik hem met de hamer op, dat is afgelopen. Dan neem ik hem alles af. Dan neem ik hem af wat hem het liefst is. Maar als ik moet kiezen tussen de muziek en mijn zoon zijn leven, dan kies ik voor mijn zoon zijn leven. Ik denk dat ieder vader zou doen. Soms zie ik iets in zijn ogen wat hij niet wil vertellen. Hij draagt een grote geheim met zich mee. Ik weet niet wat. Jimmy needs to be on the world stage. This is not a Dutch phenomenon. This is a world phenomenon. Django Reinhardt wasn't just a Belgian. He was a world phenomenon, the same as Jimmy is a world phenomenon. As such, Jimmy in himself is a complete entity. Deze loopjes net waren snelle loopjes, net als van. Dus dat ging dan eerst van. Jij speelde net een ontzettend snel loopje. Hoe doe je dat nou? En toen ben ik weggegaan om te werken. En s'avonds kwam ik terug en toen zei mevrouw, kom eens luisteren boven. Toen speelde hij compleet het nummer na van Django Reinhardt. En toen wist ik dat het een talent was. Mijn oom heeft mij dat geleerd. Je oom? Mijn oma. Oma? Ja.
Soms voel ik me hier wel eens groot in Frankrijk. Echt, dat meen ik. Ja, echt. Dat meen ik. Dan heb ik gewoon die rust, dan hoor ik die vogeltjes. Dan zit ik achter buiten die zeeën zo. Kijk zo neem. Jongen, echt, dan zijn er momenten waar je dan hier gewoon even weg van alles. Weet je? Dat ken ik wel. Daar ben ik blij mee dat ik dat wel heb. Ik lig gewoon van een bandje. Van een bandje, weet je. Leer ik gewoon. En dan gewoon neem ik hem op. Ja. Maar je hebt het liedje hier zitten, dan? Ja. Daar komt die melodie vandaan? Ja. Ja? Uit mijn hoofd. Wat er aan de hand was toen ik hier binnenkwam, was ik liet niemand uitpraten. Ik was heel erg agressief, heel erg opgejaagd. Ik was heel erg, ik zag het niet meer zitten. Niemand moest me maar iets zeggen, want ik was het toch wel beter. Weet je, heel erg eigenzichtig van, nu heb ik het genoeg, nu wil ik niet meer. Nu wil ik er niet meer zijn. Die gevoel had ik ook gewoon. Ik had gewenst dat ik nooit op de wereld had gekomen. Die momenten krijg je ook in je leven. Kijk, en nu... Toen ik over die fase heen was, dacht ik, wow, wat gek ben ik geweest. Dat ik zo gereageerd heb. En dan, hoe meer je die flater smaakt in je leven... hoe meer je ook gaat realiseren dat je een afkeer ervan krijgt. En als je een afkeer van die dingen krijgt... en je wil van de kleine dingen in het leven genieten... van je vrouw, je kinderen... je hebt zoveel mooie dingen in het leven dan dat. Snap wat ik bedoel? Dat wil ik. Dat wil ik. Dat is mijn streven. Ik heb nooit in die cel geleefd. Mijn gedachten stormden me op, ging ik mee naar bed, waren bij mijn kinderen. Ik doe me toch wat als ik aan hem denk, weet je. We deden alles samen. Ik was een vader, maar ook een vriend. Ja, ga maar. Met de kabel. Jullie weten het, jongens? Wat jullie doen met hem? Ik regelde alles. Ja, sinds ik weggevallen ben, is... is het niet zo goed mee gelopen. Ja, ik hoop als dit voorbij is dat ik weer alles een beetje op de pootjes kan zetten. Maar ik ga ervan uit dat het wel goed komt. Ik heb er een positieve zicht op. Jimmy, waar ga je naartoe? Ik ga naar oma en ik ga nog repareren. Dan moet ik er bij neer doodvallen. Ik zal Jimmy weer op het rechte pad brengen. Omdat ik de enige ben die wat te zeggen heb. En mijn wil is wet. Die zijn echt voor mij te wild. Dat is voor mij te wild, echt. Dat ben ik te rustig. Ja, die zijn hectischer, hè. Het is niet gewoon 8 uur eten, is morgens en 12 uur ontbijten, lunch of... Nee. Thank you.
Ja. Ik heb veel vrienden, maar ze komen bijna af en toe, weet je, af en toe, maar niet zoveel. Want ze zijn bang van die moeders, van hun, van die ouders. Want ze mogen niet bij ons op kampen. Als ze dan achterkomen dat we ze grinden zijn, dan krijgen ze zo klappen dat we er niet meer naartoe willen. Hoe vind jij dat? Ja, zielig, hè? Oh, du hast mein Herz gestohlen. Ach doch, Kadir Sabe, du bist mein Gesang. Ende. Zigeuner, ich hab mein Herz gegeben mit deiner Geige und mit deinem Gesang. Leider ist sie nicht als ein Spiel für mich, doch sie verlässt mich nie. Und mit schweren Herzen betrifft sie mich mit deiner Sympathie. Ich wusste, du kannst nicht lieben. Oh, darum Junge, bist sie Junge, bei mir Junge. Geblieben. Oh, kater. Die staan gewoon op. Jongen, halen we wakker, 12 uur wakker. Nou, en dan gaan die het eten of iets drinken. Nou, een eerst sigaret en een bak koffie, allemaal, waar wij komen. Nou, je weet hoe het gaat, de structuur helemaal andersom. Het ligt helemaal andersom. En hier heb je structuur. Dat wil ik zo houden, ik wil mijn leven zo opbouwen. Nou, had ik dan ook mijn kop op, ik wil hoor, Jacky. Ik zou hier niet willen wonen. Nee. Omdat ik lekker alleen in een huis wil wonen, omdat de kant van mijn been te groot is. En iedereen komt binnenlopen en buitenlopen. En ik kan ze niet weigeren. En ik hou niet altijd dat iedereen bij mij binnen en buiten loopt. Snap je? Ik ben een persoon die weer anders is. Snap je op die dingen? Ik hou van lekker rustig en ik ben meer privacy en op mezelf. Maar hun die zijn echt, die lopen iedereen binnen en het is één rotzooi, dat is één, ja. Dit is Lomi, dat is Randus, dat is mijn moeder, dat is mijn vader, dat is Nella, dat is Nikki en hier woon ik. Ik heb hem al. Dat is wel cool. Oh, daar komt mijn familie weer binnen, daar komen ze weer. Also, hebben jullie lekker gegeten? Was het lekker? Ik zelf heb georganiseerd dat Jimmy hier naartoe kwam. Dat ik niet wil dat hij in Nederland opgenomen wordt. Dat hij heel ver van Nederland weg is. Heb ik hem hier op laten nemen. Maar hoe ik nu zie, gaat Jimmy heel goed vooruit. En ik wil ook nog niet dat Jimmy zomaar zelf naar buiten komt. Totdat hij, zeg maar, weer beter is. Hoe ik het zei toen straks ook, als ik weer speel, dat ik weer helemaal... vrij kan laten. En dat, ja, dat heeft zij toch voor mij geregeld. Dat vind ik toch wel enig. Hoe zag u dat voor het eerst bij Jimmy? Weet je dat nog? Nou, hij was... Hij was een jongetje van... 17. Ja. Had ik al de vermoeden. Dat hij iets deed wat niet goed was. Ja, een jointje, wist je. Maar voor jou, hij bedoelt heroïne. Hij had het over heroïne. Dat was ouder pas. Toen ik een jaar of 23 was. Ja, heb ik jou 19. Ja, dat ken ik. 19 jaar was hij. Toen ik daar echt achter kwam dat ik hoorde dat hij hier binnen gebruikte. Maar het was voor mij een beetje onmogelijk. Totdat ik het dan zelf gezien heb. Want er zijn tijden geweest dat ik met Jimmy naar een huis ben gegaan. Dat hij thuis af heeft gekeken. Epilepsie aanvallen kreeg hij. Ik heb 8 weken in een kamertje met hem gezeten, helemaal alleenig. Dat was heel moeilijk voor mij. Maar wat je uit liefde doet, gaat één keer zo goed. En je wil je kind gewoon redden. Dat hou je gewoon en dan blijf je gewoon doorgaan. Je laat dat niet los. Je laat dat gewoon niet los. Voor de boerenleven vind ik een beetje erg saai. Mijn binnenstad is best wel leuk hoor. Asten, zomer en zo. Helmond, Eindhoven, jongen. Maar waarom wonen jullie naam hier? Omdat wij nog goed afwachten op een woning. En dan krijgen wij een woning en dan gaan we ergens anders wonen. Of misschien zal mijn mobiliteit helemaal overkopen of zo, ik weet niet. Deze zomer, ik heb meteen de winter aan, hè. Dan is pap al thuis.
Dan is het papa al thuis. Daar ben ik echt blij om. Nou. Kom maar, een keertje die kant. Ja. Zie jij jouw vader nog? Ja. En wat vertel jij hem over Jimmy? Dat hij van die drugs af moet blijven en zo. Daar praten wij veel over. Dat hij vandaag van af moet blijven, want we zijn heel bezorgd voor Jimmy. En we willen niet dat hij doodgaat, hè? En dat is de rotzooi waar hij dood op gaat. Dat is gewoon de doodskist, zeg maar, als je dat een beetje goed bekijkt. Dus de doodskist, alles wat slechter is, toch de doodskist? Dat bedoel ik. Daarom, Jimmy moet nog eens goed bij zijn positief komen en zo. Door die drugs is zijn verstand, zeg maar, door elkaar en zo. Dan heb je, die hoofd is dan niet meer goed als je dat doet. Het leven is veel mooier als die wereld is. Die leven wat we hier nog hebben in deze wereld is veel mooier als je heel die drugs. Wat kun je die allemaal doen in je leven? Wat moois en zo. Efteling of zo. Is er ook, dan vergeet je dat, weet je. Maar ja. Ik ben al alleen blij dat Jimmy al op het goede pad is. Daar zijn we heel blij voor. Hij was de ergste jongen tussen ons allemaal. Daar hebben wij veel door meegemaakt, hoor. Dat meen ik echt. En dat vind ik ook erg voor ons allemaal. Het is niet alleen maar geen drugs gebruiken. Maar het is ook heel veel meer andere dingen. Je niet meer over problemen druk maken. Je niet van alles zo erg aantrekken. En dat is mijn fout. Dan moet ik ook afleren. Ik moet wat harder worden voor mezelf ook. Ik was kwaad, ik wist niet wat het was. En een jongen zat te gebruiken voor mij. Ik zeg, wat is dat? Zegt hij, niks voor jou. Zeg, geef hier. Pak dat. Gebruik dat. Nee. En eerst liep ik. Was niks aan de hand. Liep. En in één keer leek het wel op twee handen boven mijn schouders. Me staat te drukken dat ik zo door mijn knieën ging. He? Ik dacht van, god, wat gebeurt er nu met me? Mijn kleur die trok helemaal weg. Mijn hart die bonkte uit mijn hart. Ik begon in één keer te kitsen. Over te geven. Wow, kom maar op. Nou, ben ik in slaap gevallen. En 's morgens vroeg toen ik wakker werd, toen weer ik pas stond. Toen was ik stond. Weet je? Maar echt stond, dat was een apart stond zijn. Dat is zo'n stond zijn, dat is een gevoel. Dat is onbeschrijfelijk. Dat kun je niet beschrijven. Dat de man Medley, een meisje, die voelde het en die zei, papa het oude, hè? Papa het oude. En toen ik dat hoorde, toen was ik weg. Toen wou ik zelf ook niet meer bij mijn kinderen. Aan de andere kant wou ik wel, en aan de andere kant kon ik gewoon niet. Omdat ik gewoon dacht van, nee, ik wil niet dat mijn kinderen die leed meemaken van mij. Of die leed van mij zien.
weet dat ik niet gek ben. Hè? Dat is een ding wat, wat zeker is. Maar er zit een psychische toestand ook bij. Je ziet dingen wat er niet zijn. Je hoort dingen wat er niet zijn. Dan voel je zelf dat klopt niet. Ja, wat ik zeg, is gewoon, dan moet ik aan die dingen weer denken. Ja. Het zijn dingen wat er niet zijn, dat is net vrolijke dingen wat je hoort. Je hoort dingen wat ook agressief is, wat ook... Je hoort ook dingen wat heel zacht is. Dingen wat schijnbaar zacht zijn, wat helemaal niet zacht zijn, wat je eigenlijk de grond brengt. Snap je? Dus... Ja, ik moet maar toekijken. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ja, hoop dat Jimmy nou snel terugkomt. Want mijn vader hier had geweest, had het helemaal niet gebeurd, weet je? Mijn vader is daar veel strenger. Mijn vader zegt, als jij thuis komt, ik breek je handen, zegt hij, als je dat nog één keer doet. Ik breek je handen, zegt hij, ik breek ze. Dus mijn vader is er heel strenger, hoor. Mens is een. Is altijd onbegrensd. Het kan op een van de andere minuut helemaal omslaan. En dat is voor mij gebeurd. Ja, toen ik hoorde dat mijn dochter mishandeld werd en mijn kleinkinderen. En dat heeft ze stop op mijn door doen slaan. Zo snel zijn ze hier niet. Dat heb ik gezegd bij mijn eigen, ja. Dan is het mij of ik. Ik wil nog niet dood. Ja. En zo is het gegaan. Hoe vaak heeft u deze poort gepasseerd? De eerste keer. Sinds? 7 jaar. Dat is een groot moment. Gaat echt wat door je heen. Wat gaat u vandaag doen met deze kracht? Oh, ik ga naar mijn dochter toe. Ja. En dan daar een dagje ombrengen. Ja. Grote dag voor mij. Ik denk dat ze in slaap gevallen zijn. Nou, denk ik zo. Jongen. Ja. Zo nou een aankamers, hè? Liep bezig voor de mensen hier. Deur. Ik doe het ook door van mijn vader. Ik heb me dat zelf nooit meer vergeten dat ik mijn ouders daarmee heb aangedaan. Ben ik, hè? Alleen God kan dat vergeven. Maar ik kan dat niet vergeven van mezelf. Echt. Dat is iets, al. Je hoort je eigen kind verslaafd. Ik denk er nou zelf aan. Ik heb zelf kinderen. Mijn eigen kind is verslaafd. En ziet hem zo hangen dat hij nog 3 maanden te leven heeft. Op sterven ligt. Dan weet je het wel, hè? Die man die sneeuwt zich met messen in zijn armen. Die is helemaal gek. Die kan daar niet meer uit, denk je 4 bij 4. Of 2 bij 2. Ja, die man had wat meegemaakt. Want ik miste mijn vader zo in 1 keer. Dat ik helemaal onderdoor ging. Ik voelde me alleen op de wereld. Dus toen
Toen hij weg was, viel alles uit. Viel ook alles uit elkaar. Toen heb ik ook de gitaar lang laten staan, want ik kom er niet meer uit, hè. Snap je? Dus, ja. Ik heb me helemaal zelf verwond met een mes. Toen ik hoorde dat hij gebruikte. Dat was voor mij de zwaarste schok in mijn leven. Ja, toen heb ik echt met de gedachte gespeeld om mijn eigen van kant te maken. Maar gelukkig waren bewaarders op tijd bij. Is het niet gelukt. Ben ik de isolatie ingegaan. Hallo. Ik heb toch wel even na kunnen denken. Mijn hele verlof gaat eraan. Ja, dat was de zwaarste schok in mijn leven. Je komt nu op verlof, hoe lang? Voor 1 dag. Ja, morgen om 3:15 moet ik weer binnen zijn. Ja. Hallo. Eindelijk. Ik ben eruit. Hoe voelt dat? Ja, vreemd. Groot. Het is heel, indrukwekkend. Als je zo lang binnen zit, ja, komt toch weer alles een beetje op je af. En nu leven we weer. Het begin daarvan. Maar ja, Jimmy heeft al veel gezien in zijn toekomst, hè? Heel veel. Arnold Schwarzenegger. Wie nog? Rocky Balboa. James Brown of hoe die heet? Nee. Die met die blinde. Die blinde. Weet je nou? Stevie Wonder. Heeft hij ook al gezien. Hij heeft mee bij één tafel gegeten. Ik had mijn moeder en mijn vader en Jimmy. Aan tafel. Jij ook? Nee, ik niet. Ik ben nog nooit in het vliegtuig geweest. Maar dat wil ik wel een keertje. Als ik daar 18 ben, dan een keertje met Jimmy meegaat, weet je? Kijk hoe hij dat doet daar. Dat was een achterneef voor mijn opa. Dat was Django Reinhardt. En we moesten van Sony uit moesten we in Canada spelen. Toen was Jimmy 13 jaar. En toen kwam er een oudere man. Zegt die vraag is als je Jean André speelt met 2 vingers, hoe Django deed. Nou, dat heeft Jimmy gedaan en die man was het huilen. Die heeft Django persoonlijk gekend. Hij. Zegt hij, dat is een nieuwe Django wat geboren is. Jimmy Rosenberg model is dit. Die is gemaakt door de bouwer De Lechte. Kijk, hier staat een Jimmy Rosenberg. Wacht, ik moet het beter een baan hebben. Maar ik moest er een paar stuivertjes aan zetten, zie je dat? Geldstuivertjes. Die 50 cent moest ik eronder houden. Om ze iets hoger te maken. Want normaal, zeg maar, als ik het dan aansla. Ik wil een gitaar dat de gitaar hard is, dat je het helemaal moet drukken. Ah, toe, meneer, kan je aan, toe. Toe, oké. Ik moet je dienen, dus ik ga het eruit. Je hebt het wel gedaan, toch? Jazeker. Baby, hè? Ja, baby.
Maar Jimmy? Ja? Jij is een leuke hond. Die vond je toch eens knap? Die komt straks. Lijkt je op Jimmy? Jimmy is met zijn zachtmoedigheid, lijkt hij wel op mij. Maar hij heeft ook een beetje de karakterweg van zijn moeder. Hij is een beetje tweekantig. Probeer eens te beschrijven wat dat dan is, die tweekantig. Mijn vrouw is soms een beetje fel. Ook tegenover de kinderen. En ik was juist het tegenovergestelde daarvan. En ik merk toch wel dat mijn kinderen, als hij mee met ze praat over de goede dingen van het leven, dat ze daar ook meer oor naar hebben en er naartoe willen leven. In de beginperiode was ik zeg maar voor Jimmy toch een soort held van Stochelo en tussen in de zigeunermaatschappij in Nederland ben ik ook heel jong begonnen en iedereen had ook toen bewondering voor mij dat ik op zo'n jonge leeftijd al dus en dat gebeurde eigenlijk hetzelfde met Jimmy. Jimmy, toen hij klein was, vanaf zijn 9e jaar zijn we de muziek begonnen. Ik denk dat hij geen echte jeugd meer gemaakt heeft. Hij was te jong al en zat daar tussen de grote mensen muziek te maken. Hij had geen kinderen om zich heen om mee te spelen. Hij heeft heel snel een hele grote ervaring opgebouwd en gelijk met iedereen meegespeeld. En dat is eigenlijk de weg van een muzikant om gelijk met iedereen mee te spelen. Schaamde me heel erg, terecht ook. Stokkelo bedoel je? Ja, natuurlijk schaamde ik me voor die jongens ook. Natuurlijk. Abnormaal. Ik durfde niet meer tussen de mensen te komen. Dat hij het wel zeg maar, netjes doet en dat bij jou zeg maar, tot nu toe fijn op. Omdat ik zelf een fijn op ben. Nee, maar wat? Waar het om gaat is. Er zijn gewoon veel, veel dingen van mij mis in het leven gegaan. Eerst kwam ik gewoon op tijd op mijn optredens. Maar dan kwam ik wel eens een uur later of zo en of af en toe zeg ik ze gewoon af en kom ik niet. En ik had gewoon geen zin meer. Echt. Jimmy Rosenberg.
Natuurlijk heb ik veel in mijn hoofd. Natuurlijk. Ja, dat zijn heel erge zorgen. Daar kan ik bijna niet over praten. Dat is heel moeilijk. Ik kan daar bijna niet over praten. Dat gaat, ja, de eerste zorgen ja, zijn wat één hele erg is. Dat is ook mijn hele ergste. Daar kan ik wel over praten. Dat zijn mijn kinderen. Ik mis mijn kinderen. Ik mis mijn kinderen heel erg. Ik heb mijn kinderen al heel lang niet meer gezien. En dan af en toe zag ik ze weer. Knakte ik gewoon samen en dan was ik gewoon stof. De stof waar ze dan op lopen, ben ik nog niet te wachten om te kussen. Snap je? Dus... Ik moest gewoon een keer in mijn leven maken. Mm. En nu moet ik gewoon even die leiders weer doorgaan door de zere door appelen bijten. Maar als ik terugkom, dan heb ik mijn kinderen weer helemaal armen. Trappen. Maar door Marlon ben ik weggegaan. Trappen. Mama. En ik ben nog wel een keer teruggegaan met Marlon toen hij nog een heel klein babytje was. Maar dat is ook niet goed gegaan. En toen heb ik echt de knoop doorgehakt. En, want ik dacht van, nou ja, misschien als je je kind ziet, van, dan stop je wel. Maar nee, ook niet. En toen ben ik ook echt weggegaan. Jimmy weer eens dingen heb gedaan die hij niet had mogen doen. Of bijvoorbeeld een therapietje niet heb gevolgd. Dan krijg je het weer eens van mij te horen. Dus af en toe hebben we ook flinke ruzie. Maar ja, ik bedoel het goed. Die gevoel echt dat je alles erin kwijt kan. Want voor mij is muziek gewoon net of iemand tegen je praat. Dat is een soort verhaal. Dat is iemand dat praat, dat communiceert met elkaar. Dat, snap je? Dat is gewoon een gevoel. Het is onbeschrijfelijk. Het is heel veel liefde. Er zit heel veel liefde in. Ontvang je zoveel liefde van, dat is abnormaal. Als ik speel, hè, en ik heb een optreden afgedaan, ik ben kwaad, hè, of ik heb heel iets ergs meegemaakt. En ik speel het helemaal van me af, naar een optreden wat ik al had. Voelde ik me zo licht als een veertje. En alles was weg en ik was zo blij en zo opgewekt en zo. Ja, en ik genoot gewoon van alles wat ik denk. Als je er mag zijn, dat is toch meer liefde dan genoeg. Als je er mag zijn en een mens lacht naar je, dan kijk je niet boos aan. Maar als mensen naar je lachen, en dat geeft dan heel veel liefde. Het mooiste wat je kunt doen in je leven is muziek. En je kinderen is ook het mooiste wat je hebt in je leven. Maar je moet ook naar jezelf kijken. Als je eigen zelf niet lief hebt, wat geef je dan om de rest?
Ik ben bang voor wat ik te schatten vond. Maar hoe ruim is het dan? Kletje met je maat in de maat. Als je moet, ik zou moeten gaan, ik heb hier. Aber er muss na, na, TV. Moga. Ja, Moga, make a Moga, stopp. Mit für nun kein Schwole Jacke sieht, kein Hakko Mensch hey. Und Hakko Mensch und Janelles. Dick du mal auf Mande. Die ganze Kubare berühmt drei Paare, gerade das Prabs Kedati. Gerade die Kekre das Kukrisi, Papi Nina. Ich kann das schon, gerade wo mit du zu Moni. Kann das Schnee kann ich mir für nun? Aber? Stopp. Kann ich die Plätze, Jimmy? Plätze? Ach shit, ik heb mijn plektrum vergeten. Die is al oud. 5, 12, 25, hè? Alla. En een jaar 14 is die oud. Die hoeken zijn helemaal weggespeeld. Een jaar of 11, 12 was hij hierop. Zo hoog die er zijn. En de solo-gitaar, Jimmy Rosenberg. Niet zonder Jimmy eigenlijk, want het was onze orkest wel. En wij waren eigenlijk één. Weet je, toch in de muziek en zo gezegd, waren we toch één, één samen. Maar sommige stukken zeg maar dat hij zei van Sani, probeer eens dit te doen of doe zoiets. Weet je, ik had het ook tegen hem, want soms deed hij hele drukke dingen allemaal. Dat ik zei, Jimmy, probeer geen drukke dingen te doen of zo, doe zo. Ik had hem een klein beetje onder controle, een klein beetje, weet je. Maar omdat we ons heel goed kenden. En af en toe ging hij echt helemaal los. Weet je, dan zei ik van, keek hij naar mij toe, een beetje rustiger, weet je. Als hij met iemand anders speelde, dan huilde die erbij. Het was een hele emotionele jongen, was het, Jimmy. Hij voelde meteen mee met iemand anders. Ja, en nou is het totaal een hele andere jongen. Het is meestal allemaal een beetje gespeeld. En je weet niet als het echt is of niet echt is. Ja, dat is gewoon heel moeilijk bij zo iemand. We hebben een keer sparren, hè? We hebben tovenaars. Op de papi-gitaar. We zijn tovenaars op de gitaar. Geen gitaristen meer. Daar waren we toen we klein waren. Nou zijn we tovenaars. Nou maken we de mensen altijd. We maken verrassingen voor de mensen. We spelen niet altijd zoals Django speelt. Dan hebben we een nieuwe stijl. We gaan weer allemaal naar Noorwegen, Scandinavië, Santa Barbara, Miami Beach, Chicago, Hollywood. En dan gaat het weer. Is papa weer binnen in de business. Janeiro, Guilherme, Karin. Iedereen had er respect van. En er was ook een geziene jongen tussen de mensen. Want er was een jongetje van 12, 13 jaar, die kwam met 10, 15.000 volgen op met zijn vriendjes. Hij had dan alles wat ze hartje begrepen. Hoe is het gebracht, Peter? Wat is dat? Nou, toen met de kik en had het. Ik ging een winkel binnen, een mooie gitaar. Wie ben jij? Jimmy Rosenberg, neem hem mee. Hij kreeg alles. Dat is een hele stomme zet voor mij geweest. You won't be satisfied until you break my heart. You won't be satisfied until the teardrops start. I try to shower you with love and kisses, but all I ever get from you is
snagging and breaking my party safe. The way you toss my heart around to cry in shame. I bet you wouldn't like it if I did the same. You only have me tearing all my dreams apart. You won't be satisfied until you break my heart. Ik was eigenlijk op de toppen. Ik was eraan. Maar ik gaf alles weg, weet hij. Ik heb 3,8 miljoen in 9 maanden opgemaakt. Ik gaf alles weg. Gewoon mensen op straat, net als die zwervers en zo. Want ik had zo'n 3.000-4.000 gulden. Nou, die sprongen om mijn nek en die kusten me. Ik zeg, als je me niks te verkeerd mee doet. Zo ging dat. Snap je? En dan eten, drinken. Nou, toen had ik vrienden natuurlijk. Toen had Jimmy vrienden. Nou, heb ik een nieuwe 500. Een 500 toen had ik gehaald. Mijn voeten, die bubbelden op het gas. Echt waar. Want zo zenuwachtig. Ik ging rijbewijs. En ik ging in die winkel. En ik heb die auto gehad. Maar die auto was veel te snel. Daar heb ik een aanrijding mee gehad. En die was gewoon veel te snel. Die was veel te snel. Die liep 320. Die had die binnen 46 seconden erop. Nee, dat is wel. Geen rijbewijs. Ja, die was er zeker natuurlijk op mijn vriendin de naam. Snap je? Daar stond die auto op de naam van en alles. De auto kostte 380.000 gulden. Wat heb je er nou uit geleerd? Wat heb ik gedaan? Alle auto's in de prak gereden. Dat klopt. Allemaal dat klopt. Verkopen voor een appel en een eitje. Daar stond Jimmy. Alleen er een hoekje. Geen optredens meer, niks meer. Mijn grote contract van 7 jaar naar Amerika ging naar de kloten. Allemaal door. Kinderlijke reactie. Ja, ik denk, ik zei ook van, denk eens goed na, ik bedoel, je carrière, je hebt alle mogelijkheden liggen voor jou voor het oprapen eigenlijk. Want hij had mogelijkheden gehad die, waar, ja, andere muzikanten, die kan er alleen maar van dromen, zeg maar. Maar ja, je kan hem wel raad geven, maar ja, dan staat hij er toch nog steeds alleen voor van, ja, hij moet het toch alleen oplossen. Ik voelde me altijd alleenig en ik bestond me ook alleen. Zo, die gevoel had ik en ja. Hop. Wat ben jij mooi. Wat ben jij mooi. Voor hun is het goed nu. Dat ik weer terug ben en zo. En die hebben het mij vergeven, laat me zo zeggen. Maar ik kan het mezelf niet meer vergeven. Niet dat het zo erg was, maar ik bedoel, snap je? Oh, het is rood. Nee, het is groen. We moeten maar wachten. Je bent verslaafd en de mensen gaan toch anders tegen je opkijken. Hè? Kijk, daar heb je die junk. Zo wordt er gepraat. Sorry. Drie kleine groepen zijn geheel. Wat moet je nog erbij hebben? Waar is ze? Doe maar iets. Iets? Ja, doe maar iets. Kun je niet vertrouwen. Liegt dat die barst. Je wordt niet meer vervolg genomen. Kijk, en daar vecht ik nu weer voor terug. Het is voor die kleintje van mij. En doe je melk aan? Melk en een Fanta. Een man als man te worden nemen. Als ik iets tegen iemand zeg, dat degene mij ook gelooft. Ja, hij zit nog een beetje koud, anders stoppen.
Ja, ik doe je mee. Je braaf. Hoi. Zo, kan ik hem verdelen? Ik moet goed gaan. Ziek. Kan ik hem verdelen? Tuurlijk ben ik blij. Ik heb er bijna 8 jaar binnen gezeten. Ik kan die dingen denken of wat dan ook, hoe dat gebeurd is. Ik zie wel af en toe zie ik, in mijn gedachten wat er gebeurd is. Maar verder zo niet. Ik heb het niet bewust gedaan. Het is gewoon in een noodtoestand, in een situatie ben ik gekomen. Dat zal ik het nooit gedaan. Soms moet je beslissingen nemen die je niet willen nemen en moeilijk zijn om te nemen. En soms moeten ze wel genomen worden, terwijl het heel veel pijn kan doen. Maar wat ik het ergste vind, ik mis veel mensen. Weet je, dan kijk er om me heen, is er toch een leegte ontstaan. Ik ben mijn gezin kwijt, mijn kinderen zijn slechte pad op gegaan. Ja, ik heb niks meer. Mijn kleinste broer, die hebben ze een trip gegeven. Die is in een trip blijven hangen. En die is er niet meer uitgekomen. En met die oudste, die heeft dan coke gebruikt. Die heeft zoveel coke gebruikt. Alles beschadigd is en dergelijks. Dus, ja. Ik word er helemaal droevig van als ik erover begin. Echt. Want dat is geen leven. Ik heb het zelf meegemaakt, dus... Het is geen leven. Weet je, mijn grootste wens was... Als we dan reden met de paard en wagen... Dan zet Nicky met de... met de lijn. En dan ik achteraan met die witte paard. Weet je zo? En dat vind ik het mooiste. En dan die kinderen achteraan lopen. Dat vind ik mooi. Bye bye.
Jimmy en Ramses en Nicky. Ik hoop dat God me de kracht geeft dat ik het doorsta. Maar dan moet ik zeker hier nog. Het zal een gevecht blijven. Ik zie hem nog voor me staan. Voordat ik hem wegbracht, zegt hij, ja papa, ik ben bang, ik kan ergens heen vliegen en al die dingen, ik heb problemen. Zeg, jij wil een man voorstellen. Hier moet je eigenlijk wel eens komen. Weet je? Ik zeg, hoezo? Zeg, je bent bang voor die 5 maanden, ik heb 8,5 jaar gezeten, wat is dat nou? Fluitje van een cent. Je hebt gelijk ook, zegt hij. Maak mijn afspraak, we gaan heen. Maar goed. Ik en Nomi en Ramses hebben Jimmy weggebracht. Maar hoe korter dat hij bij die politiebureau kwam, hoe langzamer dat hij ging lopen, weet je. Ik zag het, hij ging helemaal verkeerde kant op. Hij was helemaal in de war. En dan zag hij die mensen aankomen, zo'n team is dat, die hem dan de handboeien omleggen. Was hij te huilen. Geef me dan de laatste kus. Hij deed net dat hij geëxecuteerd werd. Een jaar of 5 geleden hebben ze ruzie gehad op het station. Ergens in Sittard of in Heerlen, die kant. Nou, dat is denk ik een vechtpartij geweest. Daar heeft iemand zijn oog bij verloren. Daar zit hij voor. Weer dat raar gevoel, dat machteloosheid als je deur dicht gaat. Daarom ben ik ook altijd heel erg kwaad als er iets fout gaat met die jongens. Het is gewoon het leven weggooien. Oh, wat voelt dat toch raar, zeg? Het voelt, ja, verlost. Want daarbinnen heb je een enorme druk op je. Nou, ja, verleden tijd, hè. Ik klap nou een beetje dicht, weet je dat? Omdat ik nou net buiten ben. Ja, het is een beetje wennen even. Ja. Maar ja, ik ben weer gezond, dus dat is het belangrijkste. Ja. Nou, smeren we hem? Abnormaal, ik was al om 5 uur wakker. Dus alles al ingepakt. En waar ga je naartoe, meneer Rodenburg? Naar huis? Nee, we gaan nog niet naar huis. Ik dacht, shit. Ik dacht, wat nou, hè? Extra zenuwen, laten ze je wachten op die cel, hè? Nou, toen ging de deur open. Je mag naar huis. Ja. Alle. Hoi, hoi. Hallo. Jim. Ben je Jim? We've been 1 hour on the road. How is it, my friend? Yeah. Oh, free man, hè? Yeah, free man. Wauw. Nou. We hadden geen dingetje erbij. Kijk maar. Oh, nou, wat. Oh, wat een gitaar, zeg. Jamie, nee. Woe! Thank you.
I've known since he was in the Gypsy Kids. It's the first time I met him, and that was in somewhere 1992? Yeah, something like that. And the family, obviously, we've all got older in between, but I've drifted away from music. I still listen, and I'm passionate about it. But as far as Jimmy's concerned, he's a special man. There's only a few people in the current generation of living Zigona musicians, only a few people that can improvise. Most of them can play, and they can play set pieces, and they're very beautiful. But then when you go to a concert the next week and ask for this tune, you'll hear the same thing that you heard the week before. Whereas with Jimmy, it's always new. So people like him and Barelli Legrand, there are pretty rare breed, maybe two or three in the whole world. So I've got a particular love for Jimmy's playing. I'm so glad that he's a free man again. Ik ben helemaal overrompeld, weet je dat? Ja, echt, dat meen ik. Vooral die gitaar, echt, daar ben ik helemaal kapot van. Ik ben er kapot van, echt. It's a beauty. It's a beauty, I've seen better, but it's the best I can do for the time we have. The only thing what I have to do, I have to put this a little bit higher. The bridge? Yes. Yeah. And then it's not so rocky. Yeah, I know. Jam is somebody, na? Me, no, me, ja. Ringo, tu. Jam, kijk, ik ben zo aan het. Oh, ja. Niet zetten, zo. Heb je Ringo. Let's be talking over me. Child cocked me, no? Yeah. Who is it? Wat lekker troepje ga je alsjeblieft, hoor. Nou, ik maar kan je in de Indonesische koek? Houd je zo, ganz mooi. Papa. Papa. Huh? I don't believe your career's really gone yet. I don't believe you've even started, my friend. Yeah. I think you're just about on the beginning of a career. Yeah. What you've done up to now has been fantastic, but it's not been the big statement. The big statement's yet to come. Yeah. Yeah, right. Yeah. Yeah, right. Well, certainly this week, Jimmy, mm-hmm. when I get back, I'm going to get on the phone to a number of people. Yeah. Amongst them will be mm-hmm. Martin Taylor, mm-hmm. Willie Nelson. Yeah, that would be nice. James Brown? Yeah. Not me? Yeah. Honestly, if these guys have given you in the past their private number mm-hmm. and said, please contact me, let's talk about some work, or let's talk about a management arrangement, or producing, or whatever, I think we've got to bang on their doors now. And basically, this week is going to be a challenge for me, because I intend to stir the bucket around a bit and bring the things up that should have been brought up some time ago. And I do want to see if I can find someone that can find you a manager. Wat ook belangrijk is, om dat Jimmy niet te belasten met de dingen die om hem heen gebeuren. We must do all things what we must do. He must nothing know. Mm-hmm. He must only one thing to do, mm-hmm. to play on his guitar. Yeah, that's right.
think that we can get to Samoa in some way, because at Samoa, it's like a magnet for all the people that love music, this music particularly. And I think if we got something lined up for the weekend of Samoa, nice. Then you can meet some people, they can see how you are in your heart, in your body and your mind, and they can be reassured that you're back in the community in the full, complete way. Omdat hij de ene moment maakt hij alles kapot. Dan denk je van, ja, dat kan nooit. George Benson zat op hem te wachten, omdat je allemaal hoort, die hele grote naam allemaal. Ik denk, waarom doe je dat nou, jongen? Waarom? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Stokelo Rosenberg. Nou ja, op een gegeven moment vraag je af van, waar is hij eigenlijk? Iedere held, zeg maar, in dit soort muziek, is er. Behalve Jimmy is er niet, hè? Ik ben bij hem bij een psychiater geweest, een vertrouwenspersoon van hem. Waar hij ook vaak behandeld wordt. Hij heeft hem tabletten gegeven. Hij zocht medicatie waar hij rustig van zou worden. Maar daar is hij te rustig van geworden. En heeft hij een overdosis gehad. Nu ligt hij in het, is hij een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Heeft hij gelegen en nu zit hij in psychiatrie. Ik was helemaal verheugd, weet je, om Jimmy hier mee te nemen met Nomi. En op een gegeven moment kom je dan hier en dan verwacht je toch iets, maar het is toch niet. Ik ben iets kwijt. Er is een leegte ontstaan die is nooit meer op te vullen. Merci. Hij heeft me gebeld. Ik wil hem niet op de telefoon. Ik zal hem echt laten voelen. Wat goed en wat slecht is. En wanneer dat mijn grens bereikt is. Dan moet hij eens echt een keer goed over nadenken. Hier stond ik met hem. Daar speelde hij op dat bootje. Was hij 9 jaar of 8 jaar, kreeg ze zijn gitaar overreikt van iemand die een gitaar voor hem gebouwd had. Hij glunderde helemaal, weet je. Dan liep ik hier altijd de boulevard met hem op, helemaal naar achteren. Overal, iedereen wou. Moest hij een stuk voor spelen. En dat was natuurlijk iets voor hem. Al die dingetjes zag ik weer, weet je. Hoe we achter het graf van Django zijn gereden. Parkeerplaatsje daarop. Het gaat alles weer opnieuw, komt hij er boos. Is zo zwak in die dingen, zeg ik. Diegenen die verslaafd zijn, die gekozen hebben toen die moment om die onderdruk, een probleem ook wat ze hadden, en ze pakken dat rotzooi, daar zijn ze man voor. En als ze daar niet nee tegen kunnen zeggen, zijn ze bij mij nog minder als een vrouw. Zijn ze geen mannen bij mij.
zijn het zwakkelingen. Wat wij mee hebben gemaakt voor nog, voor een gezin. Dood, verslaafd, ellende, nou. En ook aan de andere kant weer grote carrière, dit, dat. Dus ja, ik vind het al, voor mezelf vind ik het heel aangrijpend. Aangrijpend vind ik het, ja. Kijk, het leven gaat door. En je lacht altijd maar, je doet maar. Maar binnen je hart is nooit gebroken. Kijk, als een pot breekt en je lijmt hem, dan is hij er wel, maar die scheur zit er wel. Dat zie je altijd en wij voelen het altijd. Ja. Ik denk dat hij niet meer veel geeft om zijn leven. O God, wees mij genadig, God de liefde is, u, grenzeloze barmhartigheid. Wist uit wat ik heb misdaan. Was mij schoon van mijn schuld. Reinig mij van mijn zonde, ik beken. Het is van iemand die als een betrapte misdadiger voor God bidt dat God hem zijn schulden vergeeft, hem zijn zonde. En dat kent al God. Kijk, en er staat... Ik heb mij misdragen, mijn zonden klagen mij voortdurend aan. Tegen u allen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is, waarachter is uw vonnis. Uw oordeel blijft onaanvaardbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. U liet mij verbogen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. Laat blijdschap weer vol op mijn deel zijn. In de maand februari prijswinnaars. In Holland Doc louter onderscheiden documentaires. This is John. I'm a little too depressed to take your call today. Please leave your message at the gunshot.
De Amerikaanse cartoonist John Callahan is bijna helemaal verlamd en buitengewoon cynisch. Oh God, if we were going to fire Callahan every time he offended some special interest group, he wouldn't have been working for us for the last 20 years. Holland Doc met Gouden Kalfwinnaar Raak me waar ik voelen kan. Volgende week bij de Icon. Straks in Life on Mars. Sam, darling. Mom. You're breathing, but it's an illusion of life. I've given my consent to turn off you. It'll be this afternoon. Kan Sam aan zijn lot ontkomen? Na de ster in Live on Mars. Wordt het een moderne of een klassieke keuken? Bij Symetic hoeft u niet meer te kiezen. Combineer nu modern en klassiek tot een keuken in uw eigen stijl. Individueel design van Symetic. Met de nieuwe Beaux-Arts Collection kan alles. Haal het keukenideeënboek bij uw Symetic-adviseur of kijk op symetic.com. Ook een probleem met fout geprinte etikettenvellen? Weg ermee. Kies voor de Dymo Label Writer. Selecteer, klik en print perfecte etiketten voor al je kantoortoepassingen. Kies je Label Writer op dymo.nl. Florius is er op het moment dat je nee denkt te moeten zeggen, maar ja wilt doen. Kijk op florius.nl hoe je de overwaarde op je huis verzilvert. Of beter nog, vraag een onafhankelijke hypotheekadviseur naar Florius. Florius. Hypotheken en meer. 81% van de Nederlanders die de 14-dagen-test van Activia hebben gedaan, is tevreden. Nou, na 14 dagen was ik van dat opgeblazen gevoel af. Ik heb meer rust in mijn lichaam. En ik voel me echt beter. Het voelt alsof mijn buik weer platter is. Ik ben echt opgelucht. En het is lekker. Activia van Danone. Actief van binnen. En dat merk je van buiten. Activia kan bijdragen aan een goede stoelgang. Danone. Het is weer stapelgoed bij de HEMA. Want het wordt de ene mooie aanbieding op de andere stapelen. Wat dacht u van Service Premier? In verschillende kleuren, nu met 25% korting. Of lekkere, dikke baddoeken. Nu, vanaf 2 euro. En allemaal stapelgoed. Echt, HEMA? Zo, nieuwe polo? Ja. Nou, hopen dat er allemaal in past, hè? In je polo. Blijf het een beetje rare naam vinden. Polo. Zit er nou alarm in? Alarm in een polo? Airco in zeker? Wat mooie velgen. Moet je ook weer schoon houden. Maar ja, verder is het een hartstikke grappig autootje. Stapelgoed. Kleurrijke dames- en kinderleggings. 2 stuks vanaf 6 euro. En velour gordijnstoffen op maat gemaakt. Nu 13 euro per meter. Echt, Hema? Een radiostation waar je werkt op de route naar de school waar je naartoe moet, dat is echt funest. Nou, ik vond radio maken gewoon echt veel leuker. Dus dat won het ook altijd. Ik ging altijd naar de studio en nooit naar school. Je kunt heel veel dingen doen in je leven waar je spijt van hebt. Maar het achterna gaan van die passie voor muziek, hoe kun je daar nou spijt van hebben? Let's dance the Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Leg uw voeten eens neer en maak het uzelf gemakkelijk. Voel hoe de stoel moeiteloos elke beweging volgt. En uw nek en rug optimaal ondersteunt. Probeer hem uit. Ervaar het comfort van de originele Stressless nu ook als bank. Stressless, the innovators of comfort. Opmerkelijk hoeveel we besteden in een poging er jonger uit te zien. Maar we vergeten allemaal onze tanden. Pearl Drops Replenishing White met Liquid Calcium. Een doorbraak in whiteningbehandelingen die de tekenen van ouder worden tegengaat en de tanden beschermt tegen vlekken. Een anti-aging whitening? Dat is slim. Nieuw Pearl Drops Replenishing White. Hallo, vandaag onthul ik u hoe een Chiquita smoothie wordt gemaakt. Daarvoor heb ik veel vers fruit nodig. En niks anders. Wow. Een Chiquita smoothie is 6 aardbeien, vers geperste sinaasappel en een Chiquita banaan. Even mixen.
voilà. Chiquita Smoothies. Vers fruit en niets anders. Weet je nog, mijn beautytip van laatst? Inmiddels heeft iedereen het over deze gezichtscreme. En allerlei bladen schrijven erover. Omdat het een must-have op antiverouderingsgebied bevat. Aminopeptide. Regenerist van Olaas. Een indrukwekkend jonger uitziende huid voor een indrukwekkende prijs. Regenerist van Olaas. Het slechts bewaarde beautygeheim. Twee maanden. Als ik niet tevreden ben, kreeg ik mijn geld terug. Alleen de transportkosten. Goed contract. Ik kan er geen gat in schieten. Ga nou maar slapen. Ik wil nooit meer een ander. Hechtend, het beste bed van de wereld is er vanaf nu met de beste garantie van de wereld. Welkom in de Rocky Mountains. Hier ontwikkelt Bridge Creek een exclusief vastgoedproject. Voor beleggers introduceert Bridge Creek de Mortgage Bond nummer 1. Een vastgoedobligatie met 9,75% vaste rente en een deelname vanaf €12.500. U kunt nu informatie aanvragen via canadavastgoed.nl of bellen naar 0800 090 80 70. Zo weinig calorieën, voor je hem drinkt, ben je hem al kwijt. Spaar en fruit. Nu ook in Fresh Lime. Kijk op canadavastgoed.nl. We kunnen u niet vragen om gewoon te blijven staan als de vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd. We kunnen u ook niet vragen om te blijven staan als mensenrechten met voeten worden getreden. Maar we kunnen u wel vragen Amnesty International te steunen. Geef om vrijheid. Geef tijdens de collecte. Wat? Willen ze mij heiraten? Trouwen met een landgenoot om te ontsnappen aan de verstikkende en traditionele waarden van je familie. De gevonden vrijheid wordt een escape met dramatische gevolgen. Morgen in Cinema 2, Gegen die Wand.